Sportweek TV. Ze won al goud op de Olympische Spelen in Beijing, werd al een aantal keer landskampioen met Den Bosch en is pas 18 jaar. Het gaat kortom allemaal erg voorspoedig met hockeyster Liedewij Welte. En dus zochten we haar op in Den Bosch. Deze week lees je in Sportweek een uitgebreid interview met de aanvalster en zie je de foto's die daar ook gemaakt werden. Maar wat vindt ze daar nou van, zo'n fotoshoot? Ja, dat vind ik wel grappig. Ik vind het wel leuk om te doen. Alleen benieuwd naar wat er wel uitkomt natuurlijk, maar ik vind het wel leuk om te doen. Is dat iets waar je vaker voor gevraagd wordt? Nee, ik heb nou één keer voor de Santé gedaan, maar verder nog niet. Nee. In de toekomst, het zijn wel dingen die je leuk vindt, naast het hockey zeg maar, wat er dan bij komt kijken. Ik zou het natuurlijk wel grappig vinden om een keer te doen, maar ik wil eerst, misschien blijkt dadelijk dat ik er helemaal niks voor kan, dus dan hoeft het natuurlijk niet meer, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ja, want het gebeurt natuurlijk wel redelijk veel naast het hockey, weet je wel. Die fotoshoots en dingetjes en video's en weet ik het wat allemaal. Nee, we staan hier nu ook. Wat vind je daarvan dat het erbij hoort tegenwoordig? Ja, nou, dat is natuurlijk leuk. En zo promoten we natuurlijk ook het hockey in Nederland. Waardoor als wij bekender worden, zeg maar, als team, dan willen meer mensen natuurlijk gaan hockey en komen ze kijken. Dus ik denk dat het ook goed is voor het hockey. En het is natuurlijk leuk om gewoon voor onze naasten te doen. Dus voor dat soort dingen natuurlijk gevraagd wordt. Met Den Bosch strijdt Welte opnieuw voor de landstitel. Maar gaat die ook gewonnen worden? Ja, dat hopen we natuurlijk wel, maar we moeten eerst natuurlijk zien hoe we spelen in de play-offs. Maar we zijn op de goede weg en ik vind het natuurlijk heel leuk hier en ik heb het heel erg naar mijn zin. En hopen dat het kampioenschap eraan komt. Je hebt al redelijk veel gedaan, je hebt goud gewonnen op de Olympische Spelen. Ben je dan een van de routiniers ook gelijk eigenlijk of mag je dat niet zeggen? Nou, de routiniers, ik ben wel een van de meer ervaren spelers. Ik moet wel natuurlijk het team mee op sleeptouw nemen en laten zien wat ik kan. Dus er wordt meer van mij verwacht dan 3 jaar terug. Zeker omdat ik nou bagage heb, zeg maar. Zo voel je dat ook wel? Ja, het is wel logisch. Ik ben een international, dus dan moet ik ook laten zien dat ik dat ben. En ik hoef het niet per se te doen met woorden of iets, maar ik kan het ook gewoon met mijn hockeyspel laten zien. Gaat Den Bosch kampioen worden eigenlijk? Ik hoop het. Dat weten we nog niet. Is het dit jaar closer dan andere jaren? Het lijkt er wel een beetje op, vind ik. Ja, maar het komt misschien omdat er steeds meer mensen het verwachten. Maar ik weet niet, nee, ik denk niet dat het closer is dan andere jaren. Het is gewoon weer spannend, ook voor ons. Maar ja, de play-offs, ja. En als de play-offs eraan komen, dan is Den Bosch weer gewoon top, hè? Ja, dat hopen, daar gaan we wel vanuit. Zo is het altijd, toch? Ja, normaal gesproken wel, maar je weet het natuurlijk niet. Ik kan nou wel zeggen dat het wel is, maar ik hoop gewoon dat we goed spelen en dat we er staan. Ten slotte nog even over andere dingen. Wat doet Welte bijvoorbeeld allemaal naast het hockey? Ja, ik zit op school, Johan Cruijff College in Nijmegen. En daar studeer ik dan. Communicatie, marketing en evenementenorganisatie doe ik. Hoe lang moet je nog? Het is mijn eerste jaar pas. Ik ben na de Spelen pas begonnen. Dus ik moet nog 2 jaar hierna. Bevalt het met hockey ernaast? Ja, zeker. Ze geven me alle vrijheid om te sporten. Dus dat is natuurlijk heel fijn aan zo'n school. En daarvoor is zo'n school er ook. Maar ik vind het wel een leuke school. Ook. En dan als je dus niet hockeyt en niet op school zit, dan lig je op de bank ofzo? Ja, eigenlijk wel. Dan lig ik op de bank of sta ik in de keuken om eten klaar te maken. Het zijn wel de dingen. Nee, ik ga ook natuurlijk gewoon uit eten met vriendinnen en ik spreek af. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak ook wel op de bank lig na de training. Heb je een beetje een topsportleventje? Of? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat het topsport, zeker het hockey, groter wordt. We trainen gewoon iedere dag. Dus dat is zeker meer geworden de laatste jaren. Dus ik denk wel dat we het zeker topsport kunnen noemen. Nou ja, topsport, je moet weer trainen volgens mij ook. Dus als ik dit zo zie. Volgens mij word je gewoon verwacht. Warming up begonnen, dus ik ga snel. Veel plezier. Ja, dankjewel. Doeg. Dank. Sportweek TV.